Ja, prachtige concentratie ook bij de spelers van Turijn. Zo pal voor deze wedstrijd. En de spanning in het stadion hier neemt toe. En om me heen is de sfeer, ik hoop dat het thuis overkomt, geweldig. Wat nu vond Louis van Gaal van alles wat zich de afgelopen dagen heeft afgespeeld? Hoe is het nu echt, weet hij als coach, met de geblesseerde spelers van Ajax? Hoe is het met Dennis Bergkamp, Louis van Gaal? Louis, bal voor de wedstrijd. We hebben begrepen dat het bij Bergkamp in orde is gekomen. Ja, gelukkig wel. We spelen in onze sterkste opstelling. En die is? Menzo in de goal, Siloy en Frank de Boer en Blind in de verdediging. In het middenveld Winter, Jonk en Kreek, Bergkamp en drie spitsen met van het schip Pettersson en Roy. Dus ook Roy en Winter zijn volledig fit? Laten we het hopen, hè. Deze entourage is nu voor een aantal van jouw spelers ongekend, hè? Zo'n Michel Kreek die dan plotseling hier loopt, dat moet een ongelofelijke ervaring zijn. Ik denk als je zo'n ambiance hebt dat je niet slecht gaat spelen. Maar de druk moet toch ook groot zijn? Ik denk dat onze spelers overtuigd zijn van hun kwaliteiten en vol vertrouwen deze wedstrijd gaan spelen. De Italiaanse pers is nogal lovend over Ajax, vooral omdat je ook nu weer met heel veel aanvallend ingestelde spelers verschijnt. Ja, dat is geen verdienste van Ajax, dat is gewoon de kwaliteit van de spelersgroep. En je speelt naar de kwaliteiten van je spelers. Hoe is het met jou eigenlijk, zo'n bal voor die wedstrijd? Nou, ik kan me herinneren als voetbalspeler dat ik altijd voor volle stadions altijd tot bloei kwam. Dus ik denk dat het met mijn spelers ook zo gaat. Maar je bent niet nerveus? Nee, even zonder spanning. En plezier, hè? Want dit is natuurlijk een fantastische ambiance na een prachtig seizoen. Ja, ik denk dat je hier alleen maar van kan genieten. En ik denk dat het een kick geeft. En ik verwacht dat Ajax nog beter zal spelen als ooit. Laten we maar genieten. Dankjewel. Ja, mooi, heel goede verhaal, want het is u zeker opgevallen wat er met hem aan de hand was. En zei na afloop van dat korte gesprekje tegen mij, ik was toch wel een beetje nerveus. Want door het geluid van al deze mensen, toen jij mij vroeg om de opstelling, kon ik niet zo snel die 11 namen van die spelers opnoemen. Dus blijkbaar gaat er toch wel wat bij me om, bekende Van Gaal. En vreemd is dat niet. Nou, we zijn pal voor de aftrap van die wedstrijd Torino-Ajax, de eerste UEFA Cup finale. Over 14 dagen is het vervolg, het einde van een prachtig jaar voor Ajax in Amsterdam. Hoe dan ook, ongeacht de uitslag. We wachten op de komst van de beide ploegen. De sfeer in het stadion is werkelijk ongekend. Italiaans, dat weten we inmiddels. Maar ja, u ziet het zelf, verbluffend. Torino-Ajax, eerste finale wedstrijd, de UEFA Cup. Commentaar krijgt u van mijn collega Frank Snoeks. En die zit daarboven, helemaal in zijn eentje, te kijken naar al dat moois. Frank, ga je gang. Vanuit het Stadio delle Alpi. 70.000 toeschouwers hier zijn in afwachting van de spelers van Torino Calcio Club en Ajax Amsterdam. En natuurlijk zijn de supporters van Torino in de meerderheid. Van de 70.000 hier aanwezigen hebben er naar schatting 3.000 een Nederlands paspoort. De stemming is zoals die hoort te zijn vlak voor een Europa Cup wedstrijd. Hier wordt dat nog eens bevestigd in Turijn. In het Stadio delle Alpi tussen Torino en Ajax. Het is voor het eerst dat Torino de finale haalt van een Europees toernooi. Zoals Kees eerder al zei, heeft de tweede ploeg uit Turijn ooit de Mitropa Cup gewonnen. Maar dat toernooi stelt internationaal gezien niet zoveel voor. Dit zijn de uitslagen van Ajax op weg naar de eindstrijd. Tweemaal winst op Örebro. Tweemaal winst op Rot-Weiss Erfurt, tweemaal winst op Osasuna. Gent werd uitgeschakeld en Genua. En hier de spelers en hier de bevestiging van wat ons de afgelopen dagen steeds bezig hield. Doet hij het of doet hij het niet? Hij doet mee, Dennis Bergkamp, met nummer 10 in de basisopstelling van Ajax. Hier de weg naar de finale die Torino aflegde. Ook deze cijfers zijn indrukwekkend. Tweemaal winst op Reykjavik, Boavista uitgeschakeld, AEK Athene moest eraan geloven. Daarna volgde de ploeg Kopenhagen die Bayern München uitschakelde en Real Madrid van Leo Beenhakker. Hier het arbitrale trio uit Engeland met in het midden Joe Worrell uit Liverpool. Hij is een boekhouder van 46 jaar en neemt met deze wedstrijd
afscheid van de arbitrage. De captains Danny Blind en Roberto Cravero. De nummer 6, de libero van Torino. Torino heeft een befaamde jeugdopleiding, net zoals Ajax. En die Cravero is één van de vier spelers die al in de pupillen hun eerste stappen zetten bij Torino. Hier de opstelling. Marchegiani, Bruno, Mussi, Anoni, Benedetti, Cravero, Schifo, Lentini, Casagrande, Martin Vazquez en Venturin. Hier de opstelling van Ajax. U hoorde het Louis van Gaal zeggen. Menzo, Blind, Siloy, Jonk, De Boer, Winter, Van het Schip, Kreek, Pettersson, Bergkamp en Roy. En de eerste zes genoemde spelers hebben geel ontvangen. Maar dat klopt niet wat de Italianen daar vertellen, want De Boer en Winter hebben nog geen geel ontvangen. Wel geel hebben gehad aan Ajax kant Menzo, Blind, Siloy, Jonk en Kreek en reservespeler John van Loen. Spanning op het gezicht van Louis van Gaal, naast hem Gerard van der Lem, Bobby Harms. Bobby Harms die al het een en ander heeft meegemaakt met Ajax natuurlijk. Hier de wisselspelers Van der Sar, Fink, Van Loen, Groenendijk en Alflen. De Deen Petersen zit op de tribune. Luttele seconden resten Ajax nog en dan is voor de Amsterdammers de zevende Europacup finale in de historie, in de imposante historie van de club begonnen. Pettersson en Bergkamp, zij zijn klaar voor de aftrap. Joe Worrell kijkt op zijn klokje en de bal rolt. Blind opererend in het centrum van de verdediging. De Boer op links. Siloy aan de rechterkant. Hij zal belast zijn met de bewaking van het grote talent Lentini, de nummer 8. Benedetti wint daar het eerste kopduel van Pettersson, maar Ajax is nog steeds in balbezit. Bergkamp. Martin Vazquez. Van het Schip. Er zijn 42 seconden gespeeld. 42 seconden, wat een magisch begrip is geworden in Genua. Benedetti kopt weg. En dit is Cravero. Balbezit, voordeelregel. Het schot van Kreek. En de eerste hoekschop voor Ajax. Nee, want Worrell heeft alsnog een vrije trap toegekend aan Ajax. Geen corner dus, maar een vrije trap. Na de overtreding op Michel Kreek. Kreek die zich bijzonder ontwikkeld heeft sinds de machtsovername in de Meer door Louis van Gaal. En die hier op de hak getrapt wordt door Pasquale Bruno, de slager van Torino. En het is toch een corner, heeft Worrell besloten. Van het Schip. Weggewerkt, Benedetti. Dit is Lentini, voor wie AC Milan 28 miljoen gulden over heeft. Maar Lentini blijft liever bij Torino. Dit is Rafael Martin Vazquez, gekomen van Madrid. En hier de vrije trap, versierd door Lentini. Gianluigi Lentini. Werd aangetikt
door Siloy en kreeg nog een setje van Winter. En toen was de vrije trap daar. Het schot was van Venturin. En Ajax leidt geen schade. Het lijkt erop alsof die bal nog geraakt werd onderweg. Maar de corner bleef uit. Kreek. Over de hele naar Winter. Blind. Het is de bedoeling dat Jonk zoveel mogelijk doorschuift naar het middenveld. Hier ziet u daarvan het bewijs en dat Blind het centrum van de verdediging voor zijn rekening neemt. Dit is Martin Bazquez. Anoni, de publiekslieveling van het Turijnse publiek. Maar die paas is veel te hard. Dit nogmaals is Lentini. ...23 jaar is hij. Jonk. Geeft mee aan Blind. Bergkamp kiest positie. En wordt daar opgewacht door Cravero. De libero en heeft Anoni bij zich. Het is een achterbal. Correcte beslissing van de Engelse scheidsrechter... ...die er bovenop stond. De doelman van Torino heet Luca Marchegiani. En hij is opgenomen onlangs in de selectie voor het nationale team. Door voormalig Milan-coach Sacchi. Het was even Schifo. Cravero. Lentini wordt helemaal teruggedreven. Benedetti, Schifo. Martin Bazquez, die veel zal zwerven, geen vaste positie heeft op het middenveld en zowel rechtsbenig als linksbenig is. Ingooi voor Muzzi, die bij AC Milan gespeeld heeft, maar daar niet verder kwam dan de bank en af en toe een invalbeurt. Venturin, Menzo. Eerste hachelijke moment. Het is Roy die daaruit verdedigt. Hier het schot van Venturin. Het was de zesde minuut. Cravero. Lentini. Geen overtreding. En daar is Menzo. De boer wist dat. Van het schip. Even een adempauze ingelast door de Ajaxide. En we zien Groenendijk zich warmlopen. Boven in beeld had u dat misschien even gezien. Het warmlopen van Groenendijk omdat Kreek natuurlijk net geblesseerd was. En kennelijk veel last ondervindt. En uit voorzorg is dus Groenendijk opgedragen zich warm te lopen. De boer. Roy start. Wordt aangepakt door Anoni. Cravero. Casagrande. Lentini. Goeie passeerbeweging. En de vrije man was Venturin. En dit is Schifo. En die bal gaat achter. Het is goed dat Lentini de vrijstaande Venturin niet bemerkte. Want dan was het misschien niet zo goed afgelopen voor Ajax. Hier is Venturin.
Kreek. Pettersson. Jonk. Dat is een goede bal van Jonk. Richting Winter. En teruggespeeld door Benedetti. Acht minuten gespeeld. Cravero. Bruno. Ex-speler van Juventus. Maar geen een met de fluwelen traptechniek zoals u zag. Bergkamp van het Schip gaat door op rechts. Bergkamp weer iets anders. Roy. Of dit is Roy, net als het Winter. Weggekopt Anoni. Kreek, buitenspel. Voor Brian Roy. Terwijl hij nog eens kijkt naar de buitenspellopende. Roy staat Torino even met 10 man in het veld. Omdat er een speler verzorgd werd. Ik dacht Schifo, maar die is inmiddels weer terug. 11 tegen 11 dus weer. En meteen aan de bal. Schifo. Lentini. Blind. Is goed. Kreek. Pettersson en Bergkamp sluiten aan. Achterbal. Ajax te spelen met drie spitsen, maar Van Schip heeft zich in de beginfase nog niet al te veel vertoond. Diep aan de rechterkant, die speelt meer op het middenveld. Dit is Blind. Kreek kan terug naar de Boer of naar Blind. Hij kiest voor de laatste optie. Siloy. Van Schip staat vrij aan de zijlijn, maar Siloy gaat terug. En Torino is massaal terug op te vinden op de eigen helft. Daar staat de ploeg onbekend om het compact te verdedigen. Van Schip voorzet met links richting Roy. Anoni wint het gevecht in de lucht. Lentini. Al te veel spelers zijn niet mee, dus moet Lentini ook weer terug. Venturin. Die passeert daar Kreek heel makkelijk. Maar zijn voorzet is van een allerbelabberdste kwaliteit. Maar de manier waarop Venturin daar op rechts Kreek passeerde, belooft niet veel goeds. De Boer, Blind. Geef mee aan Siloy. Van Schip. In duel met Moussi. Dat is een overtreding natuurlijk van Bergkamp tegen Mark Ejani. Die hoeft zich daar natuurlijk ook weer niet zo over op te winden. Want er gebeuren wel erger dingen in de wereld. Bovendien stond Worrell er bovenop en floot hij ook onmiddellijk. Het
is natuurlijk de kans voor Torino Calcio Club om na al die jaren eindelijk weer eens uit de schaduw te treden van stadgenoot Juventus. Dat is echt moord en doodslag tussen die twee. De eerste derby dit seizoen liep ook danig uit de hand. Bruno, de nummer 2, die bij Roy staat, werd toen uit het veld gestuurd en voor 8 duels geschorst. En dan moet je echt heel wat op je kerfstok hebben hier in Italië. Van Schip geeft mee aan Winter. Nu is het wel een corner. Via Venturin. Bergkamp mag niet koppen. Wordt tegengehouden. Zonder dat sprake was van een overtreding. Kreek. Pettersson. Benedetti. Lentini. Goed van de bal gezet door de Boer. Jonk. Komt daar dat schot van Jonk? Ja, ja, daar komt zeker dat schot van Wim Jonk. En Marco Gianni, die had daar nooit op gerekend. Het is 1-0 voor Ajax. Na 14 minuten en 15 seconden. 1-0 voor Ajax, Wim Jonk. Halleluja. En wat boogt die bal daar weg. Ja, die kunt die Marco Gianni onmogelijk iets euvel duiden. Wat een geweldige spetter van de Volendammer. Oh, wat is die mooi en wat is die belangrijk. Een doelpunt hier in het Delle Alpi. Dat is toch waar Ajax van heeft liggen dromen vannacht. Een doelpunt uit. Oh la la. Moesie. Ajax doet er natuurlijk verstandig aan u even bij de les te blijven. Daar is hij weer, Jonk. Goeie bal. Pettersson. Roy. De Boer. Voorbij, Martin Vazquez. Nu nog die bal voor krijgen, dat zit er niet in. Of toch, Roy. Schot geblokt. Jonk. Was een droomstart. Winter. Venturin, achterbal. Wim Jonk. Derde Europese doelpunt dit seizoen. En die tegen Gent in de laatste minuut in de kwartfinale was een parel. Maar dit was dan een heel parelsnoer ineens. Deze kogel van 25 meter. Lentini. Schifo. Martin Vazquez. Venturin. Nu is het Ajax dat massaal terug is. Doorgekopte bal door Casagrande. Wat zullen die spelers van Ajax zich prettig voelen? En wat zullen ook die 3000 fans zich in hun nopjes voelen. Dan vloeit de vermoeidheid van zo'n lange busreis natuurlijk meteen uit je. Groenendijk is weer gaan zitten. Het Kreek is dus alles in orde. Dat is ook prettig om te weten. Blind. Jonk. Daar is Pettersson. ...17 goals pas tegen in de Italiaanse Serie A, Luca Marchegiani.
en ook in Europees verband dit seizoen weinig gepasseerd. Maar die knal van Jonk was iets van een andere planeet. Die had de kracht van het vuurwerk dat nu ontploft. Blind. Het vuurwerk dat met enorme dreunen hier ontploft is afkomstig uit het Turijnse vak. Eerder dit seizoen waren er flinke ongeregeldheden in dit stadion bij de Europa Cup wedstrijd tussen Torino en Boavista, Portugal. Daar werd Torino voor gestraft. Het zou de wedstrijd tegen AEK Athene 300 kilometer buiten het terrein moeten spelen, maar die straf is teruggedraaid in hoger beroep en omgezet in een fikse boete. Maar bij het eerstvolgende vergrijp zal Torino zijn portie alsnog krijgen waarschijnlijk. Dit was een beste overtreding op Patterson. Maar Worrell lijkt niet van zin de kaart al tevoorschijn te toveren. De zondaar is Benedetti. Die ook wel de bal speelde, maar toch eerst de Achillespees van Patterson. Als doelwitkoos van het schip. Winter gaat, maar gaat ook weer terug. Margheciani. Casagrande. Lentini. Goeie vlotte combinatie. Muzzi. Ajax moet even alert zijn. Casagrande. Over. Corner. Want de Boer raakte de bal het laatst. Dit is de Braziliaan. Walter Casagrande. Hij was erbij op het wereldkampioenschap in 1986. Ja, als je dit zo ziet, dan lijkt het me dat de Boer de bal niet geraakt heeft. Maar de corner is al toegekend. Dat valt niet meer terug te draaien. Schiffo. Menzo aarzelt. Van de lijn gehaald door Winter. Niet door Winter, door Roy. En dit is Hens van Kreek. Die kreeg de bal op de hand, maar Worrell doet niets. Daar ontsnapt Ajax dus tot twee keer toe in één actie. Eerst Roy op de lijn, vervolgens die Hensbal van Kreek die niet gezien werd. Het is ook de vraag of het opzettelijk was. En of het nou al zo zwaar bestraft had dienen te worden. Maar ze zijn wel voor minder op de stip beland. Menzo aarzelde en staat dus nu verkeerd. Dan is het Roy die daar verdedigend goed werk doet. Samen met Siloy. En de hensbal die zien we niet meer terug. Jonk. Blind. Ajax maakte de afgelopen dagen een bijzonder ontspannen, zeer zelfverzekerde indruk. En de feiten geven de ploeg tot nu toe gelijk daarin. Roy, Winter, kan ineens. Maar het moest met links. Dat is toch niet zijn sterkste been. Buitenkant links op de wreef. Ja, als je die bal dan vol raakt, dan wil hij wel eens met een curve naast de paal in het net slaan. Maar dat gebeurt waarschijnlijk met 1 op de 100. Pascale Bruno. De man die dus een keer voor 8 wedstrijden geschorst was dit seizoen. Maar opbouwend bepaalt niet de sterkste is die hierbij loopt bij Torino. Opbouwend moet het komen van Cravero, de laatste man. Daar gaat Roy plat. Worrell heeft het gezien. Anoni. Was de boosdoener. Hij ziet er vervaarlijk uit. Is 26. Enrico Anoni. Links de coach van Torino, Emiliano Mondonico. Van het schip, die steeds toch ver zich terug laat vallen om de bal te halen. Niet echt als een spits opereert. Nu wel positie kiest wat dieper op rechts, maar Bergkamp gaat zelf.
Tegengehouden door Cravero. Schifo. Nou, wie kan hij de bal kwijt? Ah, niemand. Pettersson. Op rechts is Van Schip. Hier is Bergkamp. Goed. Roy. Van Schip sluit aan richting tweede paal. En staat redelijk vrij. Maar de bal is te scherp. Kwart van de wedstrijd is achter de rug. Ajax dicteert. Maar ook Torino heeft zich een paar keer gemeld bij Menzo. En dat was toch een paar keer ook om van te schrikken. Eerst dat schot van Venturin. Daarna de kopbal van Benedetti en de redding op de lijn van Roy Ancelotti. En vervolgens die niet geziene hensbal. Maar speltechnisch heeft Ajax Torino volledig in de greep op dit moment. Bergkamp. De hoek is niet makkelijk. Dus moet het zo. Oh, Pep Bakhuis bijna. Aaron Winter. Maakte daar bijna een klassieker zoals Pep Bakhuis ze vroeger graag liet aantekenen. De actualiteit was even dringender dan de slow motion. Maar die kan nu alsnog. Bergkamp, prachtige voorzet. Mooi aangesneden, mooi gekopt door Winter. Maar ook Mark Gejani staat daar natuurlijk niet om vliegen te vangen. Van het Schip. Oppassen. Moussi, bal is over de lijn geweest. Van het Schip heeft gelijk, de grensrechter zag het. Bergkamp, nu met bij zich Anoni. En die wordt bestraft door Worrell. Van het Schip. Is Moussi te slim af? Goeie bal, Pettersson bijna. Schifo. Lentini. Die is helemaal van de kook even. Roy. Bruno. Jonk. Even rust. Siloy. Het is een fantastisch entourage hier in het stadion. Ongelooflijk als ik zo om me heen kijk. Prachtige stadion. En al die mensen en al dat lawaai. Roy. Schifo. Ook die is verslag. Bergkamp. Daar is niemand van Ajax. Bruno. Martin Vázquez. Cravero. En het loopt meestal al fout met Torino bij de middenlijn. Schifo en Casagrande zijn in wezen. Met Lentini. De enige wat aanvallend ingestelde spelers. Maar in deze ploeg zien we Schifo toch vooral wat teruggetrokken spelen op het middenveld. Daar is hij met nummer 7. Aan de bal de Boer. Roy. Blind kan breed. Daar is Siloy. Kijk maar. Dat is een goede bal. Pettersson. In de spits Bergkamp, maar bereikt hij hem ook? Nee. Cravero. Schifo. Zowel rechtsbenig als linksbenig. Lentini. Die dan aangepakt moet worden door Siloy.
De Boer is belast met Casagrande. Bruno. Duurt veel te lang. Waardoor er geen ruimte is aan die rechterkant voor Martin Vázquez. Wel ruimte nu even voor Benedetti. Lentini weer meteen aangepakt door Siloy. Niets aan de hand, zegt Worrell. En die Engelsman staat er bovenop. Hij mag dan een jaartje ouder zijn en zijn laatste wedstrijd fluiten. Die Engelsman laat zich voorlopig niet gek maken door de entourage hier. Door de smeekbeden van de Turijnse fans. En hij heeft volstrekt gelijk. Want Lentini gaat daar geheel vrijwillig klavertjes 4 zoeken. En die zullen toch nauwelijks te vinden zijn, want de mat is vandaag, speciaal ook op verzoek van Louis van Gaal, die zich daarover beklaagd had, nog een keer gemaaid. Gisteren was nog sprake van een hoogpolig tapijt. En Worrell gaat de kaart pakken, want er is iets gebeurd. Er is iets gebeurd met Roy, die heeft een klap gehad. Roy is neergegaan. Worrell noteert, maar de vraag is wie gaat op de bon. De kaart is geel. Hier is het. Het lijkt mij Bruno te zijn. Pasquale Bruno. En die had al geel. Dus hoeft die over 14 dagen niet mee te reizen naar Amsterdam. Het was inderdaad Bruno. Geel dus voor Bruno na de attack op Roy. En die is er in de tweede eindstrijd in Amsterdam niet bij. Dan zijn wel Policano en Fusi weer van de partij. Die zitten vandaag een schorsing uit. Martin Vázquez. Lentini. Combinatie met Cravero. Overtreding. Ditmaal fluit Worrell wel tegen Siloy. En smeken de Italiaanse spelers aan Worrell of wie ook Siloy een gele kaart wil geven. Het been van Siloy sleept inderdaad wat na naar Lentini. Maar of het dan echt een overtreding was, waag ik te betwijfelen. Hoe dan ook, het is een vrije trap. En Schifo geldt samen met Martin Vázquez als de specialisten bij uitstek. Ook Venturin bemoeit zich regelmatig mee. Het schot is van Anoni. De man met de sik en de lange broek. Niet ongevaarlijk. Half uur gespeeld. Ajax leidt. Doelpunt Jonk. Schifo. Benedetti. Cravero. Casagrande. Nog niets van gezien, alleen die kopbal die overging. Lentini die makkelijk en graag valt. Dat zit een beetje verweven in de Italiaanse voetbalcultuur. Ook de Duitse cultuur heeft daar last van. Corner Torino, de eerste. Martin Vázquez. Musi. Goeie voorzet. Benedetti. Anoni. En Ajax loopt op. Bergkamp. Overtreding. Bergkamp en Anoni wisselen wat woorden. Maar mocht Anoni denken dat hij de baas hier op het veld is, dan praat Worrell hem dat inmiddels uit zijn hoofd. Cravero. Casagrande. Lentini. Verdedigd door Van Schip, maar die doet dat niet bepaald handig. En dan is daar de kant voor Schifo. Het is het zijnet. Er wordt gejuicht op de tribunes, maar schrikt u niet. Gaat u weer rustig zitten in uw stoel. De bal is naast.
Optisch bedrog voor de toeschouwers aan deze kant van het stadion. Kijk maar, dat scheelt een centimeter of 30. Iets los. Maar wel moet Ajax begrijpen dat dit de fase is waarin Torino van zich af gaat bijten. En waarin Torino gevaarlijk kan worden. Want kijk, zo'n overtreding is dit nou toch weer niet van Kreek tegen Schifo, maar het theater dat daarna volgt van de Italianen in een poging om Morel uit zijn evenwicht te brengen. Dat duidt op iets. Anoni. Slechte vrije trap. Weggewerkt van Schip. En goed weggewerkt. Bergkamp. De weg is lang. De obstakels zijn vele. En Marchegiani die voelt het aan. Voelt aan zijn theewater wat er gaat gebeuren. Die heeft dus haast. Maar Ajax mag gooien. Casagrande keek of Siloy een tok om heeft. Maar dat is meestal in honkbal en hockey het geval. Toch niet bij voetbal. Muzzi. Cravero. Tackle van Martin Vazquez met gestrekt been. Niet bestraft door Worrell. Het is niet te hopen dat de man nu zijn normen gaat bijstellen in deze heksenketel. Frank de Boer, Michel Kreek, Schiffel. Lentini, goede tackle, blind. En zo waar balbezit. Want dat was eigenlijk niet eens zijn bedoeling. Jonk, man van de goal in de 14e minuut. Winter kan terug naar Menzo. De Boer. Het is belangrijk dat Ajax het hoofd nu koel houdt. En die voorsprong kan vasthouden tot de rust. Roy. Winter. Van Schip. Die zich steeds laat terugvallen aan die kant. Siloy liep weg. Waardoor Van Schip op zoek moest naar een ander afspeelpunt. Winter verliest de bal. Martin Vazquez. Lentini. Casagrande is mee. Benedetti is mee. Daar komt Benedetti. Casagrande staat klaar om die bal in te tikken, maar hij komt er niet. En daar ontsnapt Ajax. Het moet nu echt gaan oppassen, want de druk van Torino wordt steviger en steviger. Benedetti ontsnapt daar aan de Ajax-dekking aan de rechterflank. En moet dan die bal bezorgen bij of Cravero of Casagrande. Maar het lukte voor Ajax gelukkig niet. Wel is het een corner. Martin Vazquez. Menzo moet komen. Weer een hoop geschreeuw. Bergkamp duwt Bruno in de rug. Morel geeft de voordeelregel. Martin Vazquez. Schifo. Van Schip raakt de bal het laatst. Dus mag Muzzi de ingooi gaan nemen. Venturin. Casagrande. Oh, dat mag er ook zijn. De omhaal van Lentini. Aan creativiteit geen gebrek bij deze jonge speler. Maar de kracht ontbrak. Waardoor het gewoon een oprapertje werd voor Menzo. Maar de kansen voor Torino beginnen zich toch ook nu op te stapelen. Cravero, de vrije man die ook inschuift. Tackle Siloy. Cravero. Schifo. En die kan schieten met links. Menzo. Van Gaal moet dit met ledenogen aanzien. Hoe Ajax, Torino even niet meer kan bijbenen. Slechte bal aan Noni. Benedetti.
Martin Vázquez. Schifo. En de Spanjaard weer. Bruno. Richting Lentini. Daar is nu ook de Boer. En die is niet op zijn twee vieven. Schifo. Oh, oh, Menzo. Bijna in eigen doel. Bijna in eigen doel. En het was Siloy die de bal daar raakt. Of is het Casagrande nog? Hoe dan ook, Menzo heeft hem. Torino overloopt het middenveld van Ajax momenteel. Lentini. Roy mee terug, Van Schip mee terug. Alle zeilen worden bijgezet. Zeven minuten nog in de eerste helft. Bruno. Menzo en de bal gaat naast. Oh. Moesie. Heeft schoenmaat 41. Had hij 46 gehad, dan was het nu 1-1 geweest. Schifo. Die meer en meer in vorm komt en de smaak te pakken krijgt. En de rol opeist die hem in competitieverband ook meestal wordt toebedeeld. Die van regisseur op het middenveld. Anoni. Gemist door Lentini. En even pauze dus daarachterin. Minuten gespeeld. 1-0 voor Ajax, maar oh, wat waren de afgelopen 10 minuten benauwd. Kreek. Goed. Winter. Bal kwijt. Maar is goed, even zo'n speldenprikje aan de andere kant. Lentini. Casagrande. Nu de tackle blind. Uitstekend. Bal is uit. Maar voor de zekerheid trapt Van Schip hem even helemaal uit. Dat scheelt weer een paar seconden. Enrico Anoni. Richting Casagrande. Schifo. Hij kan het met beide benen. Hij doet het zo. En Lentini. Oh, dat scheelt nog weer een haar. En wat gaat er in Van Gaal om? Overweegt hij om in te grijpen? Of denkt hij dat Ajax de rust wel haalt? Bruno wilde weer een penalty versieren. Maar daar heeft Morel wel goed het oog in. En het schot van Lentini betekende toch weer even paniek in vele Nederlandse huiskamers, denk ik. Blind. De Boer. Maar daar is echt niemand van Ajax. Wat Ajax het liefst nu hoort is het rustsignaal van Worrell. En dan kan Van Gaal de puntjes even op die zetten in de rust. In de beslotenheid van de kleedkamer. En dan is maar de vraag of die storm van Torino ook in de tweede helft orkaankracht kan bereiken. Dit moment is er even weer sprake van een luwte. En die buit Ajax uit door daar het balletje even rond te laten gaan. 3 minuten nog in het eerste bedrijf. Van Schip verlengd. Casagrande wint van Siloy. Die Braziliaan is 1,91 meter. Lentini. Benedetti is mee in het centrum. Daar is Blind. En die weet dat hij veilig terug kan naar Menzo.
één finale speelde niet tot nu toe, Danny Blind. U heeft dat allicht gehoord in de aanloop naar dit duel toe. Of u wist het zelf nog wel. Het was dat kwartiertje tegen Mechelen. Bergkamp. Het zou natuurlijk prachtig geweest zijn, zo vlak voor de rust, even een tweede Ajax doelpunt. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat Ajax dat eigenlijk niet toekomt. Het zou geflatteerd zijn. Venturin, lange bal. Lentini. Goed, Jonk. Jonk, opening moet op rechts. Van Schip. Maar die wacht op aansluiting. En alleen Bergkamp was diep voorin. Cravero. Schifo. Muzzi. Balverlies. Daar is Torino het kwetsbaarst als het van achteruit moet opbouwen. Maar zolang het de ballen bij Schifo kan bezorgen op het middenveld, dan wordt het wel penibel. Of bij Martin Bartkes. Die hebben wat meer in zich. Wat meer voetbalintellect. Hier is Martin Bartkes. Eigen product van Real Madrid was het, Martin Bartkes. Mijn beeld is nu uitgevallen, ik kijk dus naar het veld. En zie daar Van Schip. Anoni. Krijgt een vrije trap. Al te veel keer heeft Worrell al met al nog niet hoeven fluiten. Op de fout van Bruno na is het voor het overige een vrij kalme wedstrijd. Wat overtredingen betreft dan. Het tempo ligt redelijk hoog. Schifo heeft haast. Weet dat de officiële speeltijd verstreken is. Ze stuurt mannen naar voren. Blind. Van het Schip. Te hard voor Pettersson. Overtreding van Lentini zou ik zeggen. Worrell denkt er net zo over. En omdat Menzo de bal heeft, laat hij het spel doorgaan. Voordeel. Siloy. Die ook één Europese finale speelde met Ajax in 87. Uit zijn voorzet scoorde Van Basten toen 1-0 tegen Lok Leipzig. Schifo. Kreek. Roy. Goeie beweging. En dan klinkt het rustsignaal van Joe Worrell. Ajax heeft zonder tegentreffers de T bereikt en leidt met 1-0 tot over ongeveer een kwartiertje. Pie, waar de tweede helft zojuist begonnen is. 1 minuut en 10 seconden is de tweede helft onderweg. U ziet het, de beide teams zijn ongewijzigd teruggekomen uit de kleedkamers. Geen mutaties dus. Dit was Bruno die voor het eerst in de tweede helft weer kennis maakte met Roy. Roy die een moeilijke eerste helft gespeeld heeft. Weinig aan aanval is toegekomen. Tekenend was dat hij het was die de bal van de lijn moest trappen. En dat hij meer achter Anoni heeft moeten aanlopen dan hem lief zal zijn geweest. Hier nogmaals de opstelling van Ajax. En let u dus niet op die gele prent achter de namen van De Boer en Winter. Want die hebben nog geen last van dergelijke bekeuringen. Hier is Roy met Bruno. En Roy houdt Bruno vast. Maar Worrell heeft dat niet gezien. Of vond het slechts een licht vergrijp. Het fluitsignaal bleef achterwege. Lentini. Jonk. De Boer.
Kreek. Menzo. Er is een enorm vuurwerk afgestoken bij het begin van de tweede helft. U ziet daar ter hoogte van Menzo misschien af en toe de dampen ervan. Hier de wisselspelers van Ajax. Iedereen zit nog op zijn gemak, dus is Van Gaal vooralsnog niet van plan in te grijpen. Blind. Het is een goede bal, maar iets te hard voor Bergkamp. Je zou eraan kunnen denken om bijvoorbeeld Alfley in de ploeg te brengen. Echt een breker. Die Ajax had kunnen gebruiken bijvoorbeeld in die storm van een minuut of 8, 9 à 10 in de eerste helft. Waarin de doelpalen achter Menzo stonden te rammelen en kraakten in hun voegen. En het eigenlijk een mirakel was dat het 1-0 bleef. Oppassen, Blind. Met Lentini daarachter je. Martin Vazquez. En Kreek moet van ver komen om in te halen. Maar de voorzet van de Spanjaard is slecht. Roy, overtreding Bruno. Het is geen kinderachtige jongen. Pasquale Bruno, hij speelde al eens een UEFA Cup finale met Juventus. 2 jaar geleden. Tegen de Fiorentina. Danny Blind. Goeie opening op Kreek. Martin Vazquez verdedigt niet mee. Anoni. Cravero. Schifo. Jonk. Trapt Roy op de hakken en bereikt daardoor niet Kreek. De Boer. Voorbij Martin Vazquez en die blijft dan staan als een wassen beeld. Want die verdedigt echt niet mee. Roy. Bruno. Gisteren bij de laatste training van Torino presenteerde hij zich aan de Nederlandse en Italiaanse pers als de hoffelijkheid zelf, deze Pasquale Bruno. Maar in het veld blijft er van die welgemanierdheid weinig over. Dan is daar een heel andere Bruno. Hij heeft dat zelf al eens gezegd. Hij kan daar niets aan doen, zegt hij. Dan wordt het beest in mij wakker. Casagrande, Martin Vazquez. Goed doorgekopt door Winter. Anoni. Goed meegesprongen door de Boer. Kreek. Terug kan niet. Goed gelopen van Bergkamp. Benedetti dacht op zijn gemak die bal te kunnen ontvangen. Had niet in de gaten dat Bergkamp kwam. Roy. Wil die bal voor zijn linker manoeuvreren uiteraard. Nu kan die bal voorkomen. Benedetti komt weg. Bergkamp. Roy. Oppassen voor de inkomende Schifo. Maar die doet dat wel voetballend. Die zal niet met een gestrekt been inkomen. Dat is niet zijn aard. Van het Schip. Weer erg teruggetrokken spelend. Blind gaat. Dat is goed. Maar die bal had hij beter kunnen terugleggen dan voor te zetten. Het
lijkt wel of het onweert hier boven het Stadio delle Alpi, aan de voet van de Alpen. Het onweert hier ook regelmatig, maar dit keer is het het geroffel op de tribunes dat voor het lawaai en de sfeer zorgt. Bergkamp. Jonk gaat naar Roy. Kreek. Ingooi Torino. Ajax kende een heel goede openingsfase. Waarin het Torino zijn wil oplegde, waarin het scoorde. Maar in het laatste kwartier van de eerste helft zagen we de kentering. En ook nu bereidt Torino zo te zien een nieuw offensief voor. Blind. Roy buitenspel. De speelwijze van Ajax is natuurlijk ook riskant met Jonk inschuivend op het middenveld. Maar zoals Van Gaal voor de wedstrijd verkondigde, hij laat zijn ploeg spelen naar de mogelijkheden, naar de kwaliteiten. En wijkt daar niet vanaf. Mondonico links, de trainer. Die zijn carrière begon als jeugdtrainer van Cremonese. En daar als eerste wat zag in Vialli. Gianluca Vialli, tegenwoordig spelend voor Sampdoria. Dat over twee weken tegen Barcelona speelt om de Europa Cup 1. Dit is Lentini. Balletje tussendoor. Goed mee verdedigd, Siloy. Goed meegelopen daar met Muzzi. Siloy. Lange bal richting Bergkamp. Anoni. Met die lange halen van Marchegiani slaat Torino het middenveld over. En dat is prettig voor Ajax. Want vanaf het middenveld, vanaf Chivo, komt het meeste gevaar. Het is een goede bal van Schip. Een schot. Wel verrassend. Maar ik mag aannemen dat Van Schip een voorzet in gedachten had. Van Schip midfield, het staat daar. Op papier speelt hij als rechterspits. Maar daar blijkt dus niet veel van. Ajax heeft de eerste 10 minuten doorstaan. Kreek gooit naar de Boer. Bergkamp die een tik meekrijgt van Benedetti. Worrell kijkt bij Bergkamp, maar heeft niet besloten de actie van Benedetti te bestraffen. Bergkamp ligt nog steeds. Kijk maar, daar zit hij. Van Schip. Die gaat nu neer. Tegen Muzzi. En opnieuw is het geen overtreding. Ja, één in het voordeel van Torino. Dus wordt daar Van Schip bestraft. En is Bergkamp nog steeds gekwetst. Zo te zien niet aan de rechter knie. Waar de klachten van de afgelopen dagen vandaan kwamen. Kniebandje verrekt. Rechts. Nu is het linkerbeen het leidend voorwerp. Dan gaat het om de enkel. U ziet Van Dort die enkel manoeuvreren. Zolang Bergkamp dat nog kan zonder oud te zeggen, dan kan hij voetballen. Even kijken wat die enkel allemaal nog kan. Kan die zo manoeuvreren? Dit was de trap op de linker enkel inderdaad. De trap van Benedetti. Maar Bergkamp staat en gaat door.
Bruno. Terug naar Marchegiani. En weer het overslaan van dat middenveld. Rechtstreeks een vuurpijl richting Casagrande. Nieuwe vrije trap voor Torino. Musi, Menzo. Buitenspel. Daar zag u de Nederlandse fans. En achter de bal Danny Blind. Weggekopt Benedetti, Schifo. En dan is het oppassen geblazen. Want hij is het brein, hij bedenkt het allemaal. Anoni, paasje van Schifo was te hard. Ajax kan counteren. Kreek. Roy mee op links, Winter op rechts, Bergkamp in de punt van de aanval, het wordt Roy. Jonk, naar rechts kan niet. Zo natuurlijk wel, naar Siloy, die kan dan misschien van het schip bereiken. Maar het staat er allemaal redelijk vast, er is weinig ruimte. Bergkamp creëert dan wat ruimte door te lopen, maar krijgt Benedetti mee en krijgt ook de vrije trap mee. Opnieuw Benedetti, die het gemunt heeft op de enkel van Bergkamp. Mooi overzicht van het Turijnse strafschopgebied. Hier John van Schip. Anoni kopt. Doet het nogmaals. Venturin werkt weg. Maar komt niet ver. Kreek. Bergkamp. Pettersson. Te kort. Die combinatie die Pettersson wilde opzetten op Bergkamp. Dus balbezit Benedetti. Die kan niet terug naar zijn keeper. Dus moet hij de bal in de blind wegroeien. En dat levert vaak balverlies op zoals nu. De Boer wil te veel. Casagrande. Schifo. Voorin is Lentini. Maar het duurde wat lang allemaal met Schifo. Venturin. Lentini. Geen balovername, maar wel balverlies. Goed gedaan, Siloy. Dat kan. Roy. Bergkamp loopt voor hem. En aan de zijkant op rechts van het schip. Komt er aan Musi. Ja, dat is wel aardig. Maar die speelt bij Torino. Anoni. Vincenzo Schifo, de mijnwerkerszoon uit het Belgische La Louvière. En een vrije trap voor Lentini. Bodycheck van de Boer. Vrije trap genomen. Bruno Schifo. Venturin. Probeert Blind uit te kappen. Bruno. Goed weggelopen, Cravero. En daarmee creëer je dan ruimte in zo'n overvol strafschopgebied. Maar hij krijgt, gelukkig voor Ajax, de bal niet goed terug. Het was heel slim wat Cravero deed. Geen overtreding van Siloy, zegt Worrell. Dus mag Ajax counteren. Blind, voor het eerst dat hij over de middenlijn is. Bergkamp, goed vastgezet door Anoni. En bovendien krijgt de Italiaan een vrije trap mee. Dat is wat overdreven van Borrell. Musi wordt niet aangepakt. Nu door Blind. Schifo met rechts. Menzo los 1-1. Casagrande.
Het hing natuurlijk al een tijdje in de lucht, die goal. En nu is hij gevallen. Doelpuntenmaker Walter Casagrande. 18e minuut, tweede helft. 4 doelpunten in het Europa Cup toernooi staat daar. Dit is zijn 5e. Het schot van Schifo. De fout van Menzo. En de goal van Casagrande. Maar de fout zat hem al eerder natuurlijk in die aanval van Torino op. Toen Musi maar niet werd aangepakt. En pas werd opgewacht door Blind toen het allemaal al in het 16 meter gebied was. Waarna de bal bij Schifo kon komen. En Casagrande, het foutje van Menzo, heeft kunnen afstraffen. Het is 1-1 in Turijn tussen Torino, Calcio Club en Ajax. Zo heeft Menzo het op zich af zien komen. Die bal stuitert verraderlijk. Maar hij moet die bal natuurlijk gewoon hebben. En dan is het een cookie voor Casagrande. 1-1. En Ajax kan nog wat gaan beleven. Martin Vázquez. Tot orde geroepen door Siloy. Lentini. Goed gedaan, Kreek. Het is nu zaak voor Ajax om weer rustig te blijven. Musi. Vrije trap. Ik zie geen beweging nog in de dugout van Ajax. Van Gaal zit rustig, de reserves zitten rustig. Van Gaal behoudt dus zijn vertrouwen in deze elf. Maar het gaat echt benauwd worden. Achter de bal staat Schifo. Die krijgt de instructie van Cravero, de captain. Maar Schifo schiet zelf in de muur. Anoni. Zijn linkerknie is helemaal ingepakt, ziet u. Hij was lang een twijfelgeval. Maar al gisteren wist trainer Mondonico zeker dat Anoni niet mee kon doen. De slow motion was nog bezig, maar de aanval van Martin Vázquez leek gevaarlijk. Toch heeft niets opgeleverd. Ook geen vrije trap. Jonk. Goeie bal. Winter. Met bij zich Venturin. En nu ook Musi. Jonk. Kreek. Emiliano Mondonico. 45 jaar. De ontdekker van Viali. Daarna was hij trainer bij Como en bij Atalanta Bergamo. En nu voor het tweede jaar bij Lazio Roma. Of bij Torino. Blind. Het schip mag gooien. Bergkamp is weg van Benedetti. En valt dan. Terwijl geen sprake was van een overtreding. Maar wel was Bergkamp uit balans. Casagrande. Slim. En daarmee is hij weg van Siloy. Maar verliest hij ook het zicht op de bal. En kan Blind ingrijpen. Ajax onder hevige druk nu. Venturin. Bruno meet en strijden. Martin Vázquez. Het lijkt wel of de spelers van Torino nu van alle kanten komen. En of het er veel meer zijn dan 11. Martin Vázquez. Pettersson. Alle hens aan dek. Iedereen verdedigt mee. Alleen Bergkamp staat voorin. En krijgt de bal
van Moesie toegespeeld. En houdt hem knap binnen. Daar is Van 't Schip. Maar daar was ook Mark Ejani. En plotseling was er even een kansje voor Ajax. Is ook een riskante bal. Waardoor Anoni het balbezit prijs moet geven aan Ajax. Het is een slechte bal van Moesie. Kijk, dit is knap van Bergkamp. En dan meteen opstaan en die bal daar neerleggen. Maar die keeper deed goed mee. Minst gepasseerde keeper in de Serie A. Kreek op Roy, maar veel te hard. Roy scheldt nu Kreek buitenbeeld helemaal stijf. Hier is hij. U ziet het nog even. Als u kunt liplezen, kunt u de dialoog of de monoloog van Roy volgen. Maar al te veel recht van spreken heeft Roy toch eigenlijk niet. Want we hebben, behalve dan dat hij de bal van de lijn trapte, wat niet onbelangrijk was in de eerste helft, weinig van hem gezien. Benedetti terug. Oh! Naar Mark Ejani. Ja, daar kunnen ze om lachen. De dokter lacht erom. Lentini. Overtreding, Winter. En meteen weer dat klagen van Gianluigi Lentini. Hier de terugspeelbal nog een keer van Benedetti. Net gepakt door Mark Ejani. Spelhervattingen zijn beducht van Torino. Schifo en ook Anoni hebben een naam. Het wordt Schifo, maar die houdt zijn naam hier niet hoog. Wel schoot hij de bal heel hoog. Ondertussen heeft Louis van Gaal dan toch zijn wisselspelers uit de dugout gestuurd. En alle vier, de veldspelers, lopen zich warm. Fink, Alfle, Van Loen en Groenendijk prepareren zich dus op een mogelijke invalbeurt. Het siert Van Gaal dat hij Jonk niet het consigne geeft achter zijn verdediging te opereren. Het is ook maar de vraag of dat Ajax nu veel zou helpen. Want dan verleg je de verdediging nog verder naar achter. Maar hier komt Casagrande weer. En Menzo. Goede redding nu. Oh, Bergkamp. Nee, Mark Ejani. Kreek. Roy. Niet. Anoni. Blinde ram naar voren. Maar hoog, dat is altijd goed, omdat Casagrande 1,91 meter is. En een hoofd uitsteekt boven de boer die zich meestal met de bewaking belast. Blind. Kreek. Jonk. Goed. Pettersson op rechts van 't Schip. Ingooi Ajax. Daar ziet u Fink. Die met zijn warming-up bezig is. Jonk. Blind. Kreek. Roy. Ontwijkt de slag met Bruno. Blind. Jonk. Nou, schiet maar eens, Wim. Ja, het kan niet altijd raak zijn. Ook Van Loen loopt zich warm, heel parmantig. Kan zo mee met de Majorettes. Ja, je zou hem achter de verdediging kunnen posteren, Jonk. Maar dan inviteer je de Turijnse ploeg natuurlijk om nog dichter bij Menzo te komen. En wordt het daar nog penibeler. Winter. Goed gekopt naar Van 't Schip.
is natuurlijk wel zo dat Ajax min of meer vleugellam is. Van Roy zijn weinig activiteiten op de linkerflank te bespeuren. En Van Schip speelt toch eigenlijk als een middenvelder op rechts. Niet diep op de flank. Winter. Die komt er nu goed overheen. Roy. Nou, Durfis. Bruno met de hand, maar er was al gefloten voor een overtreding. Marc Gianni zegt tegen Bruno, maak je niet zo druk joh, jij hebt al geel. Maar dan in het Italiaans. Hoewel de eerste overtreding een lichte, allicht van Bruno was. Martin Basquez. Gevaarlijk met Casagrande, maar goed gesprongen door Blind. Lentini, of Schifo was het, Menzo. Niets aan de hand, zegt Worrell. Bruno. Lentini. Blind is te laat. Casagrande staat vrij. Oh, wat goed, Pettersson, dat jij helemaal daar mee verdedigt. De aanvallers knappen het vuile werk ook verdedigend op. Roy in de eerste helft op de lijn. En nu was het Pettersson. Daar waar Blind Lentini niet meer kon houden. Daar was het Pettersson die het gevaar Casagrande zag. En hier de kans voor Bergkamp. Bergkamp. Penalty. Ja, het is een penalty. Hij gaat erop. Hij gaat erop. Nou zeg, daar staat Ajax toch bijna een half uur alweer onder een enorme druk in de tweede helft. Daar waar het ook het laatste kwartier van de eerste helft op barsten stond. En dan is daar weer de overtreding van Benedetti op Bergkamp. Hij deed het een paar keer buiten het 16 meter gebied, maar nu heel opzichtig erin. En de bal gaat op de stip en de Zweed, Pettersson, prepareert zich. Hij heeft al eerder een doelpunt gemaakt in de UEFA Cup finale. Toen voor het Zweedse Göteborg tegen Dundee United. De Zweden wonnen toen de cup. Het werd 1-0. En nu, terwijl de druk enorm was en het wachten leek op het tweede Turijnse doelpunt. Nu kan Ajax op 2-1 komen. In de 30ste minuut van de tweede helft. En dan zou je toch zo zeggen, dan is die cup al bijna op het Leidseplein. Pettersson. Ja! Ja, ja, ja! Weer een Zweed die voor een Nederlandse club scoort in een Europa Cup finale. En die andere kent u ongetwijfeld ook nog. Pettersson. 75ste minuut, tweede helft. Laten we eerlijk zijn. Een tikkeltje tegen de verhouding in, om het maar heel eufemistisch te zeggen. Maar de cijfers liegen niet. Torino 1, Ajax 2. Het wachten op Roy duurde Worrell te lang. Aftrap genomen, feest hier. In het vak van de 3000 Amsterdamse supporters. Nou, steek maar een sigaartje op, Van der Lem. Schifo. Martin Basquez. Bruno. Maar daar moet het echt opbouwend niet van komen. Pettersson. Roy. Te hard. Wat doet Van Gaal nu? Gaat hij een wat verdedigende speler nog inbrengen? Het is eigenlijk niet te adviseren, want Ajax speelt al met heel veel spelers in een verdedigende rol achter de bal. De Boer door de benen heen gespeeld, maar daar is Blind. Bergkamp ontwijkt de tackle van Anoni. Roy krijgt nu Anoni op bezoek en die gaat geel krijgen. En dat betekent dat ook de publiekslieveling van het Turijnse volk, voor zover zij Torino aanhangen, Anoni zijn tweede gele prent heeft in dit toernooi. En daar vraagt hij toch echt om. Openlijke sollicitatie naar geel, onmiddellijk gehonoreerd.
Annoni krijgt geel. Het is zijn tweede prent. Annoni hoeft niet mee naar Amsterdam. Evenals Bruno. Dan is de trainer van Torino ook mooi van dat probleem af. Want dan kan hij Policano en Fusi opstellen in hun plaats. Over 14 dagen. Siloy. Bergkamp. Pettersson. Goeie bal op Roy. Maar te hard. Dat is wel goed gezien daar van Kreek. De Boer wint het kopduel. Pettersson. 12 minuten nog. De buiten is nog niet binnen. Er kan nog van alles misgaan. Maar die twee goals die zijn natuurlijk verschrikkelijk belangrijk. Kreek, Roy. Ajax wil het spel gaan controleren en vertragen. Jonk. Kreek. Bruno. Wat kan Torino nog? Want die ploeg heeft toch met de krachten gesmeten. Drie kwartier lang heeft het Ajax onder druk gehad. En de goal die dan valt, valt aan de andere kant. Dat is slopend. Bergkamp. Benedetti. Venturin. Casagrande. Pettersson. Ongelooflijk nuttig werk verricht die Zweed. Eerst Casagrande gestopt bij die doorbraak. En even daarna vanaf de stip 2-1 scoren. Jonk. Kreek. Roy. Bergkamp blijft even in de dekking. Maar Roy heeft afspeelmogelijkheden genoeg. Pettersson. Jonk. Er wordt nauwelijks meer gestoord. Door de roden van Torino. Dit is een kolfje naar de hand van Ajax natuurlijk. Pettersson. Goeie bal op Bergkamp. Oh, wat een goede kap. En? Nee. Jonk naast. Pettersson. Het was Pettersson. Cravero gaat eruit, de Italiaanse captain. En het lijkt mij dat dit Bresciani moet zijn. Als die zich even wil omdraaien, kan ik dat mogelijk bevestigen. Want dat is de enige aanvaller die nog op de bank zat. Inderdaad, Giorgio Bresciani is erin. Blind moet terug naar Menzo en het gaat solide. Die Bresciani, die invaller, is afkomstig van Atalanta Bergamo. Lang geblesseerd geweest dit seizoen. Maar wel heeft hij nog twee Europese doelpunten achter zijn naam. Winter. Ja, die werkt zich het zuur. Annoni. Te hard. Menzo kan de zaken rustig afwachten. En doet dat. Frank de Boer. Pettersson. Geen moeite is hem werkelijk te veel. Jonk. Van het Schip. Bergkamp, die ook geen moment stilstaat. Martin Bartkes. Heeft niet datgene kunnen laten zien wat in Turijn van hem verwacht werd. Roy. Ja, ik zou zeggen, daag die Bruno maar eens uit. Die heeft geel op zak. Kan niet al te veel meer ondernemen. Proberen te passeren. Van het Schip. Roy geeft aan de kant lijkt me, met zijn linkerhand, dat hij gewisseld wil worden. En daar zal ongetwijfeld Groenendijk er voor hem inkomen. Een andere linkspoot.
Als dat signaal tenminste ontvangen is op de bank. Blind. Ja, Pim van Dort staat het daar te regelen met de UEFA-waarnemer. Er komt een wissel aan bij Ajax. Pettersson. De Boer. Kreek. En Roy loopt er al wat verloren bij. Die wil het liefst ook de bal niet meer krijgen. Siloy. 8 minuten nog. Benedetti. Pettersson. Bergkamp is de eenzame spits. En dan doet Siloy dit om Roy de kans te geven naar de kant te komen. Groenendijk gaat erin komen, kijk maar, want de overigen staan nog in het pak. Roy loopt in vierdaagse tempo naar de kant. Ook de Italianen wisselen nog een keer. Venturin is er, dacht ik, uitgegaan. Hier de aflossing van Roy door Groenendijk. Die dan ook zijn eerste finale meepikt. Casagrande. Casagrande. Casagrande, 2-2. Oh. Er staan er een paar niet op te letten. Die luisteren nog misschien wel naar de instructies van Groenendijk. En Torino trekt zich daar niets van aan. Casagrande scoort 2-2. Martin Bazquez. Helemaal vrij hier, Lentini. En dan mag Casagrande ook zo doorlopen. Jonk doet niets. Siloy is te laat. Blind kan niets meer doen. En het is 2-2. De Boer. Goeie opening. Op Kreek. Zo verspeelt Ajax. Evenals in Genua. Een voorsprong. Toen een voorsprong van 2-0, nu een van 2-1. Het blijft een prachtige stand voor de bezoekende club, voor Ajax. Zeker gezien die twee treffers. Maar 2-1 was toch een stukje rianter geweest. En deze tweede treffer was onnodig. Hier is Bresciani. En hier is Menzo. Lentini stond vogeltje vrij, maar Bresciani, de invaller, ging uit op eigen succes. Vijf minuten nog. Hier de slow motion. Maar Torino meldt zich andermaal aan het front. Nu wordt Casagrande gestopt door Winter. Ajax mag gooien. Hij dacht er anders over. Borrell is de baas. De Boer. Ingooi Ajax. Hier toeschouwer John van Loen. Hier Kreek. En Ajax rekt tijd. Verlangt naar het einde van de wedstrijd. Michel Kreek. Goed weggelopen Bergkamp. Winter, het moet ineens. Hij had de 3-2 op zijn schoen in Genua. Nu niet. Casagrande. Borrell heeft gefloten. De tifosi van Torino denken aan een penalty. Maar die gaat echt niet komen. Het wordt een vrije trap van voor Ajax. Menzo kalmeert Casagrande. Hier Lentini die doorkomt. Jonk inderdaad. Test daar de kwaliteit van het katoen van Casagrande.
Zo gebeurde dat, zei het niet op die plek. Maar Worrell zag kennelijk eerst een overtreding van Casagrande. Daar komt Ajax dus weer goed weg. Want ook in de eerste helft was er al een keer het geval van dat hensballetje van Kreek. Bruno. Gaat u daar maar liggen. Martin Vázquez die oploopt tegen Groenendijk. Anoni. Hoog richting Casagrande. Die gaat erbij liggen. Blind kan opruimen. Bergkamp. Winter. Tegengehouden door Schifo. Anoni. Martin Vázquez van het Schip. Misverstand met Winter. Het kan een dure rekening worden. Kois. Invaller. Schifo. Opgeruimd Siloy. Groenendijk krijgt het balbezit. 1 minuut nog. Plus wat extra tijd waarschijnlijk. Anoni. Ajax weer met de rug tegen de muur. Snakt naar het eindsignaal van Worrell. En zal dan de 2-2 incasseren als een kostbaar kleinood. Bergkamp. Overtreding Benedetti. En een gesprek tussen Bergkamp en Kois, de 19-jarige invaller. Eerste les Italiaans voor Bergkamp. Kan er misschien later nog van pas komen. Ja, het is een overtreding van Benedetti die ook wel de bal speelde. Maar eerst Bergkamp om ver proberen te kegelen. Van het Schip. Ingooi. De seconden tikken weg. Benedetti. Goed voor Bergkamp gekropen. Anoni. Lange halen, goud thuis. Maar absoluut niet te belopen door Casagrande. Casagrande. Schifo. Niet Menzo. Jonk. Goeie bal, Jonk. Maar iets te hard. Voor Groenendijk. Bal is achter geweest volgens de grensrechter. Maar Jonk zag de opening goed. En nu gaat Ajax weer massaal terug. Verzamelt zich daar rond de middencirkel. En nog dieper op de eigen helft. En het laatste fluitsignaal van Joe Worrell. Die zijn laatste wedstrijd gefloten heeft. De man uit Liverpool heeft geklonken. Het is 2-2 en het blijft 2-2. Enige verwarring, maar het is echt afgelopen. Wim Jonk bedankt de arbiter voor de leiding. Ajax sluit af met 2-2. Menzo applaudisseert voor de supporters. Ajax speelt 2-2. Een resultaat waar het vooraf ongetwijfeld voor getekend zou hebben. Die twee goals uitgescoord door Jonk na 14 minuten. En Patterson vanaf de penaltystippen, kwartier voor tijd, zijn natuurlijk goud waard. Maar het is zonde dat de beide goals van Torino eigenlijk onnodig waren. Die eerste van Casagrande. Na een beoordelingsfout in de verdediging. En een foutje van Menzo. En 7 minuten voor tijd. Voor de tweede keer de gelijkmaker van Casagrande. Op een moment dat de Ajax-verdediging stond te slapen na de wissel van Groenendijk.
Maar goed, het is niet anders. Het is 2-2. En laten we eerlijk zijn, Ajax mag over het geheel genomen niet ongelukkig zijn, niet ontevreden zijn met dit resultaat. 2-2. Over 2 weken in Amsterdam, in het Olympisch Stadion, valt de beslissing. Na de wedstrijd. Het was een heel meeslepend gevecht. Hoe heb jij het ervaren? Ja, ik heb het als een fantastische avond beschouwd. En ik vind dat Ajax hier weer een fantastische prestatie heeft neergelegd. Ik denk dat er maar heel weinig ploegen in Europa zijn om in een uitwedstrijd in Italië zo aanvallend te spelen. Het is alleen jammer dat je het niet afmaakt. Want ik had echt het gevoel dat 1-3 eerder in de lucht hing dan het 2-2. Even terug naar het begin. De eerste half uur was compleet voor Ajax. Torino, de thuisclub, weggespeeld. De eerste 30 minuten. Ja, ik denk toch dat ze niet verwacht hadden dat we weer zo aanvallend en vroeg storend zouden beginnen. Maar ja, de spelers doen het fantastisch natuurlijk. Want kijk, wij kunnen het allemaal wel uitdokteren. Maar als de spelers zo spelen, dan denk ik dat het een genot is om naar te kijken. Maar kiezen voor zijn opstelling betekent ook constant kiezen voor zijn opstelling, dat je spelers vertrouwen krijgen. Dus dat is toch de invloed van coaching? Nou, kijk, de coach gaat uit van de kwaliteiten van de spelers. En je probeert een visie neer te leggen bij de spelers. En als die spelers dat niet oppakken, dan gebeurt er niks. En die spelers die hebben het opgepakt. En die hebben het nog veel meer opgepakt dan ik misschien wel verwacht had. En als je zo kan spelen in Italië 2 keer. Met zoveel overgave, maar ook tactisch, technisch veel beter als je tegenstander. Dan is het alleen zuur dat je toch maar 2-2 speelt. Je moet niet vergeten dat het laatste kwartier van de eerste helft, dat toen heel sterk was en Ajax terugstond. Ja, maar toen vergaten ze even om de bal rond te spelen, wat ze dat eerste half uur wel gedaan hadden. En op het moment als dat dan gebeurt, dat je dan even onder druk komt te staan, dan tekent het juist de klasse van de spelers om dan weer even een stapje terug te doen en die bal rond te laten spelen. Dat vergaten ze even, maar in de tweede helft was weer geweldig. Wim Jonk is van internationale allure, vraagteken of uitroepteken? Ja, kijk, ik denk dat ik de laatste moet zijn om dat te zeggen. Nou, waarom? Omdat ik dat al van het begin af aan heb gezegd. Dus ik denk dat anderen dat maar moeten gaan zeggen. Goed, ik heb het bij deze gezegd, maar anderen hebben het ook al gezegd. De tweede helft, het wordt 1-1. Menzo had in de eerste helft een vergelijkbare actie. Toen had hij hem wel, tikte hij hem breed. En hier nou net weer niet. Ja, wat moet je daarop zeggen? Het is natuurlijk een ongelukkig moment. Maar het is ook de klasse van Kassekrant om dat meteen weer af te straffen. Zoals Kassekrant ook een prachtige gelijkmaker maakte, die 2-2. Ja, maar ik denk dat hij wat geluk had ook. Hè? Dat die bal precies goed viel. Het was een goede 1-2 door het hart van de verdediging. En hij zette Blind een beetje weg en die bal viel gelukkig voor hem. Maar ja, dat geluk moet je hebben. Maar ik denk dat wij qua kansen ook veel meer kansen hebben geschapen. En het is jammer, want het waren toch wel wat grote kansen, dat je die niet benut. Ja. Dennis Bergkamp, ja, je hebt een aantal spelers vanavond gehad. Wim Jong, Dennis Bergkamp, ik kan er nog een paar noemen. Ze zaten in de uitverkoop, leek het wel vanavond, want Italianen hebben hun vingers afgelikt. Nou, ik denk dat je Danny Blind vergeet, want die vond Ik noemde alle anderen. Ik kan alle 11 noemen, maar ik vond zelf dat Blind fantastisch speelde. Rustig, kalm, zeer zelfverzekerd. Ja. Ja. Nou, het was een meest lepend gevecht, maar het is niet beslist. Nee, zeker niet. En we staan er eigenlijk minder voor als tegen Genoa. Terwijl ik denk dat we nog beter gespeeld hebben. Ik had ook de verwachting dat we zo zouden spelen, hoor. Want als je in zo'n stadion speelt, dat heb ik al voor de uitzending, of voor de wedstrijd gezegd. Maar het blijft ontzettend gevaarlijk tegen de Italianen. En het enige voordeel is dat we op ons eigen veld spelen, dat het publiek achter ons gaat staan. Maar ik weet zeker, of ik ben ervan overtuigd dat het nog niet gedaan is. Dat klopt. Hartstikke bedankt. Je moet naar de spelers. Bedankt voor je snelle komst, Louis. Okay, graag gedaan.